Ja, dit wat ik hier heb gezien, dat gaan we nooit accepteren. En wat ik zeg, als je nu gaat naar Johnny, dan ga je ook zien wat voor problemen ze heeft gecreëerd. Vanaf Johnny tot Marowijn rivier heeft ze gegeven aan de Chinees. Terwijl we bezig waren met grondrechten, terwijl we duidelijk in de vergadering gezegd, geen enkele concessie wordt gegeven tot nadere orde. Ondanks instructie van de president, ondanks instructie van de VP, ondanks instructie van RVM, heeft ze toch achter ons rug 300.000 hectare gegeven. Belangrijk is om vast te leggen dat de veel besproken houtconcessies zijn reeds uitgegeven tussen 2015 en 2018 in de periode van Bouters regering. Dat wil ik dat de pers goed moet vastleggen. Ik heb de concessies niet uitgegeven. Er is sprake geweest van verlenging. En het proces van verlenging heb ik niet behandeld. Ik heb het niet doorlopen. De concessiehouder komt op grond van artikel 28 lid 1 van de wet bosbeheer het recht toe van verlenging van het concessierecht. De beschikking gaat naar GLIS voor inschrijving in het openbaar register. GLIS had op haar beurt enkele opmerking volgens de GLIS-wet artikel 18. Moesten een paar zaken rechtgetrokken worden. Waren meer administratieve fouten hadden niks te maken met aanvraagprocedures. Leg dat goed vast. Het was meer een formaliteit naar mijn inziens. Hadden niets te maken met fouten waarbij de concessierechten niet uitgegeven mogen worden. Maar kleine imperfecties, typefouten, bedrag, overschrijving, zegelkosten. Er was sprake van kleine lettertype vanwege administratieve redenen. Je weet, als de lettertype klein zijn, dan is het moeilijk bij digitalisering. En de Chinees? Als Chinese 300.000 hectare. En wanneer we vragen, mevrouw Pocky, minister, nee, ik heb niemand gegeven, ik heb niks gegeven. En daardoor lig ik wat door zee, dan zien we die stukken. Dat terwijl ze in die vergadering heeft gezegd, nooit een stuk heeft gegeven, is inderdaad een aantal maanden al zoveel gegeven. Ik hoor de vice-president van Republiek Suriname praten over 300.000 hectare. Het laat me lachen, maar ja, het volk heeft recht op informatie, dan heb ik geen enkel andere keus dan helderheid te geven. Maar ik vraag de pers en de Surinaamse bevolking om naar de vicepresident toe te stappen en hem nader uitleg te vragen over die 300.000 hectare. Ik heb geen informaties daarover. En by the way, het is gebruikelijk, de houtwet, wet bosbeheer, daar is het niet duidelijk hoeveel duizend of hoeveel hectare een minister mag uitgeven. We hebben echt een verouderde wetgeving, maar het is gebruikelijk dat we niet boven 50.000 gaan. Als het meer is, dan gaan we richting parlement, maar dat is ook niet bij de wet, er is geen duidelijkheid bij de wet. Ik denk dat de vice-president misschien heeft hij zich vergist met de telling van zijn eigen concessie. Maar zie daar werk voor de journalisten om te gaan onderzoeken hoeveel hectare bepaalde figuren binnen het land beschikken. Het MIGLIS ligt daar, er is een openbaar register. Elk Surinamer heeft recht om te gaan onderzoeken. Je geeft aan Chinezen, terwijl we gezegd deze dingen aanhouden. We gaan het niet geven.
Nu hebben we problemen. Plaatsen waar, wanneer mensen overleden, dat is Jijkeri. Dat is een heilige plaats voor die ook aan is. Dat wil ik ook naar Semibusi. Dat alles is weggegeven. Dus als je zegt vanaf Johnny hier, Limtje Sula, tot en met Marwa in de rivier. Wie gaat dat accepteren? En de aanwezigheven, Suriname, nooit. De vice-president praat ook over Chinezen. Mijn beleid was niet gericht op etnisch basis. Beleid is beleid en het is geldig voor elke Surinamer. Dus dat we expliciet praten over Chinezen, Hindustanen, nou, Sheng, like Sarana Uma, Nanga Sarana Mang. Sorry. Mijn beleid was gericht op alle bedrijven. Om ze gelijke behandeling te geven, kleine, middelgrote en grote bedrijven. Ik heb ook een MOU getekend met BHP, waar ik mogelijkheden heb gecreëerd voor ongeveer 200 houtproducenten van het binnenland. Dus mijn beleid in mijn ministerperiode had niks te maken met etnisch of een bepaalde groep. Dit was mijn beleid en het beleid vanuit de leiding of vanuit de vicepresident was mij niet duidelijk. Ik heb nooit en te nimmer een beleidsnota gehad van de vicepresident, voorzitter RVM, never, nooit. Dus zijn gewijzigde beleidsvisie of inzichten waren mij niet duidelijk. Ik heb altijd gewerkt op het ministerie met deskundigen. Juristen zitten daar bij SWB en ze hebben conform de wet en regelgeving, hebben ze de aanvragen behandeld. Dus als ik daar op het podium ga, dan ga ik geen propaganda. Dan ben je vallen lastig, want als ze dat wil beginnen te doen, kijk gewoon morgen naar de PG, want die hele onderzoek, het is niet zomaar dat Pocky weg is gegaan. Er was een commissie, onderzoekcommissie, en die heeft gezegd, dit is strafbaar. Is daar duidelijk, is duidelijk ingeschreven dat de anticorruptiewet die van toepassing is op GBB. Laat ze gewoon rustig. Haar politiek propaganda voeren en mij niet lastig vallen. Over het onderzoek gesproken. De vice-president heeft gesproken over een onderzoek. Dat onderzoek, presidentieel commissie, dat onderzoek had te maken met minister Diana Pocky. Ik heb nooit een verslag gehad van een of ander resultaat of onderzoeksrapport. Zie daar werk voor de journalisten om te gaan kijken wat het onderzoekresultaat is. Tot op dit moment is het niet bekend. Niet bij mij en niet binnen de samenleving. Die rapport is gedaan. U voorgehouden voordat u was ontslagen. Ik heb geen rapport gehad. U kunt het rapport... U kunt het rapport delen met de gemeenschap. En dan gaan we dan... Stappen ondernemen. Pocky, ja. Die rapport is met u gedeeld. Er is geen enkel rapport met me gedeeld. Kan de minister niet zomaar ontslaan? Er is geen enkel rapport met me gedeeld. Er is maar gesproken goed, over een rapport. Iemand die een beschikking heeft gegeven, is daarvoor verantwoordelijk. Milly Bassan. Dat is duidelijk. En die 23 beschikking die je hebt getekend, tot jij kreeg en al die anderen, u heeft het uitgegeven. Dat zijn uw woorden, ja? Nee, maar dat staat hier op papier. Dat zijn uw woorden. Ik lees geen Noord-Salim, ik lees geen Soerjaan, maar ik lees Pocky. Die heeft dat zijn uw woorden, ja. Als een concessie niet conform de wettelijke procedures is uitgegeven, wat weerhoudt de president om zaken die niet conform wettelijke regels zijn, goedgekeurd terug te draaien? Wat weerhoudt de president? We hebben toch vele zaken meegemaakt waar de president zegt terugdraaien. Die wet ligt daar. Wet, bosbeheer, houtwet. Niets weerhoudt de president om zaken terug te draaien. En bovendien moet het duidelijk zijn dat als het gaat om aanvragen van houtconcessie, dan wordt het
de aanvragen worden behandeld door SBD. Ik heb niet de bevoegdheid. En als het een besluit was van de regering Santokki, dan zou ik toch iets op papier hebben gehad. Dat dus instructies hebben gekregen van de president of de vicepresident van dit zijn de gewijzigde beleidsinzichten. Vanaf dit moment, minister, yes, dolet mooi mooi, ino mag doen next stap aan ministerie. Dus ino mag raadpleeg noa deskundige, temik die opdracht dat je vooruit. Laat de president en de vicepresident het schrijven welke in mijn ministerperiode is gericht naar mij met de instructies, een beleidsnota van dit zijn de instructies. Je mag niks doen, niks tekenen op het ministerie. En dat beleid moest ook duidelijk op papier zijn. Ik daag de mensen uit om te komen met het schrijven met beleidsinstructie van wie dan ook. Ik heb alles en gelukkig ook had ik mijn eigen administratie. Deze stukken konden ze niet schuil houden voor Diana Pocky. Want vanaf het moment geruchten de ronde deed van Joanga, heb ik alles op een rijtje gezet. Dus ik heb alle bewijzen, heeft de Kiermit idee, die bewijzen zijn daar. Aan het begin van uw termijn heeft u de gronden die uit zijn gegeven bij Cultuurtuinlaan, heeft u ze teruggedraaid. En u heeft niet teruggedraaid, u heeft correcties gepleegd bij de gronden in het binnenland. Want u zou... Bij de houtconcessies. Oké, precies. Okay. Waarom heeft u ze niet teruggedraaid? In het begin hebben we de kwestie Cultuurtuin gehad. We hebben het afgehandeld conform de wet. In dit geval zijn er geen instructies of nieuwe beleidsinzichten vanuit de top of vanuit de regering gekomen. Er is niet besproken dat ik inhoudelijk de aanvragen zou behandelen. Want dat doet SBB met alle juristen en deskundigen. Dat was niet mijn taak. En die correcties welke gepleegd zijn, zijn gepleegd, de SBB heeft die correcties gepleegd. Ik moet slechts tekenen, het was een formaliteit. Die rechten waren al gevestigd. En om die zoveel, om nog meer de staat, zoveel rechtszaken te veroorzaken, heb ik er vanaf gezien. En als er andere beleidsinstructies waren vanuit de president, vanuit de leiding, de toppers van het land, dan zou dat op papier zijn. Maar ik heb conform op basis van wet en regelgeving heb ik gehandeld. Dus ik had dit duidelijk. Geruchten deden ook de ronde van Obehoring Gidesma. Want de last minute zaken waren... hadden een link met NDP'ers. Je weet, 10 jaar gebouwd of zo. Maar als de hoogste man van het land zegt van wel, ze waren last minute zaken, dan zou ik toch instructies krijgen met externe deskundigen van we gaan het inhoudelijke van de zaak toetsen. Dat was niet aan de orde. Wat weerhoudt de president om te komen met externe, want diezelfde SBB zou voor mij als minister van GBB moeten gaan toetsen. Maar zij hebben de aanvragen behandeld. Waarmee zijn we nou bezig? Vertel me. Ik heb niks uitgegeven. Ik zeg het in het Saramakaans. Nami dade mat weg. Jai kiki di apalimi. En dit awokwala. Gaat u zelf kijken. Heeft niks met Pocky te maken. Is een politieke aanval. Nogmaals. Ik heb hier de getekende beschikkingen. Getekend door Noor Salim. Tijdens Bouterse regering. Ik heb hier de beschikkingen. Getekend door Noor Salim. Tijdens Bouterse regering. Laat dat duidelijk zijn. Toen ik hier om je bedanken. Ja. Binnen maar met beleid. Dus het is toch afhandelen van zaken.
liggen. Of niet? En 2015 en 2018, ja. Toen was ik ook geen minister van RGB. Dus ik was van Binnen Nationale Zaken altijd 2 weken ad interim. Dus ik had nog niet tekenen, ik ben dat ook toe. Dus, zijn het lopende dingen? Wat is het precies? Meneer Rousselin, ik zie wel stukken met uw handtekening en uw naam. Nee, maar wat zijn het precies? Zijn het lopende vergunningen die ook net als bij mevrouw... Zijn verlengingen. Zijn verlengingen. Zijn verlengingen. Dus dit is maar de ABBA. Juist, dit is maar kisa concessie tussen 2015 en 2018. Dat is maar dien in. De doe verlenging aanvraag. Dat de verlenging aanvraag dat naar u tekent. Dat naar toe. Oké, de verlenging heeft u dan getekend? Ik heb de verlenging niet gedaan. Ik heb de correcties gedaan. Nee, maar die beschikkingen zijn dan nieuwe beschikkingen toch? Als er fout is in de beschikking, moet je een nieuwe beschikking tekenen. Dus maar je gaat een proces. Luister, ex-minister. Je gaat het proces niet meer. Je komt niet meer aan de procedures. Dus er is niks. Het heeft niks te maken met. Die rechten. Dus dat er is geen kwestie van de kisa verlenging of niet, want dat proces dat hij naar jou doorloopt, dat proces dat hij. Dus dat mi bord bij de Noor Salim op mijn beschikking, een voorbeeld. Toch? Bijvoorbeeld Diana Pocky. Nog een keer, Diana Pocky kies mijn beschikking. Voor Surgeon bijvoorbeeld. Ja. Meneer Fredrik Carmine. Dat Diana Pocky en Neng Pocky naar IE. Ja. Dat in haar beschikking schrijft I. Dat die met Charin Goff gaat naar Gles voor go schrijf over. Dat Gles daar nog in go corrigeren. En Peer corrigeert dat die SBB het doet Tori Abra houdt concessie. Na zo Diana Pocky. Teken een nieuwe beschikking, een schone versie, zonder een fout, die aan een pokie teken wel. Maar een procedure dat is maar, kies een verlenging, mino doet dat hij. Naar meneer Noor Salim doet dat hij. Naar meneer Noor Salim periode of Surgen. Nee, takkeboom. 2018 Noor Salim, no bende. No, inom tak abra 18. Jere tego arka live da yo jere mi taki. De nyung concessie begi in a periode 2015-2018. De verlenging verzoeken kon in a periode 2020, meneer Surgen, bij de minister, maar last minute, u bent de ad interim. Dus na u handel de stukken af in een periode tussen 9 juli 2020 en 15 juli 2020. Dat heb ik gisteren gezegd, publiekelijk. Oké. En het zijn gewoon zaken die... op de lopende band waren en afgewikkeld moesten worden. 100% mede eens. Mevrouw Pocky, u stelde in uw uiteenzetting dat er administratieve fouten zijn gemaakt wat lettertype betreft, bedragen, door wie zijn ze gemaakt en zijn het bewuste administratieve fouten. En u zegt het gaat niet om 300.000 hectare minder, om hoeveel gaat het exact? En nog een laatste opmerking van mevrouw Pocky. Hoe gaat u om met de begrippen partijdiscipline en in landsbelang? Ik heb geen verklaring kunnen geven. Ik heb jullie verwezen naar de president als het gaat om 300.000 hectare. Ik heb hier een lijst en ik denk dat jullie een pakket gaan krijgen met de verlengingen die gepleegd zijn getekend door minister, gewezen minister Noor Salim. Ik heb geprobeerd om alles te totaliseren, om ze op te tellen. En ik kom ook niet op 300.000. Maar u mag dan zelf naar de vicepresident toe stappen om nader om toelichting te geven daarover. Voor mij is het belangrijk dat je je werk naar eer en geweten uitvoert. En alle verantwoordelijkheden zijn persoonlijk, des persoon.
Natuurlijk als je een goede verstandhouding hebt met je partij en die ontwikkelingsvisie van de partij, de ideologie is duidelijk, dan hoef er geen botsing te zijn tussen partijdiscipline en wat zei je? En slansbelang, toch? Want als jouw partij daarvoor gaat, de ideologie is daar en je leeft er naartoe, dan hoeft er geen botsingen te zijn. En wat was de derde vraag? Administratieve fouten. Oh, de fouten zijn conform de inschrijving, dus de richtlijnen om beschikkingen in te schrijven. Daar zijn er wat zaken geconstateerd. Zijn ze dan teruggestuurd naar de beschikkingen? Zijn dan teruggestuurd naar SBB? En je kon zaken niet politiek tegenhouden, want de bedrijven waren bezig met, bedrijven die al een tijdje bezig zijn met bedrijfsactiviteiten. Dus ik denk niet dat je die zaken kon tegenhouden. Maar als er andere inzichten waren vanuit de nieuwe regering, dan moest de regering die delen met zijn ministers of met de desbetreffende minister. Maar u kunt dan misschien notulen, misschien is er een bespreking geweest waar er is vastgelegd dat er instructies, duidelijke beleidsinstructies zijn gegeven. Die zijn mij niet bekend. Ik ben ze gaan opzoeken. Ik heb ze niet. Ik verwijs u dus naar de vicepresident of de president. In de RVM van... Ik moet dan ook even kijken. Homa ten Koede. Ja. Is die mededeling gedaan, is daar strikt gezegd van geen enkele, de minister van NH en de minister van CBB mogen tot nader orde geen enkele concessie verlengen of corrigeren of uitgeven. Heb ik dat gezegd? Ik kan me niet herinneren. Misschien kunt u de natuurlijk van de vergadering die handelingen zijn daar met de gemeenschap. Ik kan VP? Ik kan VP? Laten vragen. Ja, en u kunt de notulen... Wat wij behandelen in FN, dat weet u. Ja, u kunt de notulen delen met de gemeenschap. En op basis waarvan ik niks mag doen. Niet tegelijk, laat mij maar uitpraten. VP, dat ik heb gewoon delen met de gemeenschap, maar ik zeg u alleen maar dat die instructie was gegeven aan u. Beleid hoort op papier te zijn, dus dan... Oh, ik kijk naar de RVM... Waar alle ministers daar zijn en die instructie is daar gegeven. En in de regeringsverklaring bij de president is ook nog een keer daar die instructie gegeven. Dus als je zegt op moet schriftelijk, dan weet ik niet dat een RVM niet een rechtmatige vergadering is waar. Dat heb ik niet gezegd. Ook gegeven kunnen worden aan minister. VP. Dat heeft u me niet horen zeggen, VP. Dat het niet rechtmatig is. Dat heeft hij me niet horen zeggen. En de VP, ik volg wat er gebeurt in het land. Zoveel zaken worden teruggedraaid. Als er problemen zijn met de procedures, wat houdt u tegen om deze zaken terug te draaien? Ik kan het niet terugdraaien. Alleen de president kan iets terugdraaien. Ik niet. Oké, dan moet u met hem afstemmen. Nee, maar wat bij mij omgaat is dat u zegt, u heeft geen concessie gegeven. Dat is wat u bezig toch? Ik heb dat niet gezegd. Gaat u me live volgen? Ik heb gezegd, ik heb de aanvraagprocedures niet doorlopen. Dat heb ik gezegd. Ik heb hier niet gezegd dat ik de correctiebeschikkingen niet heb getekend. Ik heb de correctiebeschikkingen getekend. Dat is vanmorgen, hè. Dat heb ik gezegd. Dus in ieder geval, ze moet niet daar gaan zeggen dat ze die opdracht willen uitvoeren. Want als je in een politieke constellatie zit, dan dien je opdracht uit te voeren. Zo is dat, zo simpel is dat. Ik ben geen makkelijke vrouw, ik ben geen ja-knikker. Vanaf het begin heb ik de leden van mijn partij, die zogenaamde toppers, heb ik ze kenbaar gemaakt van het ministerie is geen partijcentrum. Als er wat is, dan gaan we het op partijcentrum bespreken. Maar het is niet de bedoeling dat anyone kan komen met stapel, terwijl we zoveel achterstand hebben. Ik heb ze zo aangetroffen. Zoveel rechtszaken waaraan we moesten werken. Dan kom je gewoon plotseling
omdat je toevallig in de regering zit en het moet zaken die op dat moment zijn aangeboden gelijk behandelen en afhandelen. Ik heb het kenbaar gemaakt, dus de behaart me. Mijn werkwijze, mijn systeem, ik ben geen jaknikker. Niks anders. Niks anders. En als mensen ontkennen dat ze geen opdracht hebben gegeven, dat is bewijs toch, kwestie akkooi. Ik moest zaken terugdraaien. Die man heeft op rechtmatige wijze zijn beschikking gehad. Maar omdat je topper bent, toevallig zit je op een positie. Tijdelijk ook, wat ze vergeten. Dan moest je duperen aan burger. Ik zeg, ik ga het niet doen. Ik heb het door deskundigen. Ik heb die stukken doorgestuurd naar juridische afdeling. En ik zeg, nee, ik kan dit niet terugdraaien. U kunt meneer Akkooi bellen. Ik heb het niet gedaan, ik heb die opdracht niet uitgevoerd. Begrijpt u? Dus er is niks hoor, mevrouw Geel. Er is niks aan de hand. Gewoon haat en mino doos aan de mawani. Dus de man, en de man denkt dat politiek mee boord deed dit toch. Dat is ook het probleem. En elke keer wanneer we een geslaagde meeting hebben, toen ik de toetreding zou doen, gaat u even na. Hebben ze wagens verloot in mijn geboortedorp. En dit jaar weer, een dag voor onze massameeting. U volgt de ontwikkelingen toch? Het zijn gewoon politieke aanvallen. Het is jammer om ons tijd te... Ja, ik weet het niet. Geef maar antwoord. Asrana Oudeo Sapsaipsa. Ik heb hier een rapport, een inspectierapport, met een onbekende toen. Ik heb al deze beschikkingen aangehouden, omdat men gewoon een partijlid hebben aangenomen, eigendunkelijk, zonder de minister in kennis te stellen, hebben ze hem aangenomen als grondinspecteur. En je moet een opleiding doorlopen hebben om het werk in het veld te doen als grondinspecteur. Dat is moeilijk, ja. Dat gaan ze niet van me houden. Ik heb alle bewijs. Een paar dagen toen ik thuis moest blijven met verplicht verlof, hebben ze iemand van de partij toen gestuurd naar domeinkantoor om de code onder druk te veranderen. Ik heb toen gelijk een telefoontje, gelukkig had ik een goede band met iedereen. Alle hoofden, heel goede werkrelatie. Ik heb een telefoontje gehad, gelijk gebeld met mijn advocaat. Wat zouden ze doen met het systeem? Dat is besloten om die lange ding, of dat is op dossier. Mijn op dossier. Laatst was ik welke opdracht voor van mij. Ze hebben nooit een opdracht voor mij gehad. Ze hebben nooit een opdracht van de president gehad, dat weet ik. Geen van de ministers hier kan ik zeggen, alleen wanneer er een slans belang is, dan krijg ik een opdracht van deze vicepresident. Nooit in mijn leven. En ik wil u zeggen van mevrouw Kokki, als ze wil dat ik dat moet zeggen, ik ga het niet alleen maar zeggen, ik ga ze gewoon bij de PG droppen, dan ga ik dat doen. Waarom zou ik ze gaan? Als ze dat wil, dan ga ik dat doen. Laat de gemeenschap zien waarom ze is weggehaald. Waarom deelt u dat dan niet met de samenleving? Ze is een vrouw, we proberen die vrouw te beschermen, mijn lieve vrouw voor de heren, mijn vrouw die ving. Maar als ze dat wil, kan ik van morgen, vandaag al, die hele dossier is thuis bij mij. Ik kan het gewoon drukken bij de PG, dat kijk. Dan ga je zien wie opdracht heeft gegeven, wie wat zomaar heeft gedaan. Boy, naar een brat kantief mimovo, VP. Hier zit Sisa Diana Pokki zoals je er kent. Als een hardwerkende vrouw. Voor elke cent wat ik verdiend heb, heb ik keihard voor gewerkt. U mag gerust naar de PG. U hoeft geen rekening te houden, want de wet kent geen vrouw, man, kind of wat hij wil noemen. Hij mag gerust gaan. Die betreft zijn bij jou. En jij hebt uitgegeven, dat betekent jij bent verantwoordelijk. Jij kreeg uitgegeven. Vanaf jij kreken is, heb ik alle... Je moet niet verleid worden, we leiden het maar af naar Nathani. Meneer Leijnen was maar af. En het is duidelijk wanneer een minister teken dat die minister verantwoordelijk is. Ik heb al uitgelegd wat gebeurd is en ik hou het daarmee. Dit verduidelijken wil ik brengen. Alles wat Noor Salim heeft getekend is Noor Salim verantwoordelijk. Alles wat de
minister Pocky had getekend, is mevrouw Pocky verantwoordelijk daarvoor. Ja. Niemand anders. VP, ik heb een vraag. En jij kreeg is door u uitgegeven. Heel... Oké. Okay. Je kan een minister niet zomaar weghalen. Dat gaan we niet doen. De president is ook daar. De president heeft een aantal dagen proberen nog dat president. Dit gaan we niet accepteren. Ja? Dit wat ik hier heb gezien, dat gaan we nooit accepteren. Had de president u toen der tijd, toen u nog in de regeringscoalitie zat, geïnformeerd over deze case en ontslag van mevrouw Pocky? En wat was uw standpunt toen? Bij de zaak van mevrouw Pocky heb ik, ik denk tot een dag voor het ontslag, of een paar dagen voor het ontslag, inderdaad gesprekken gevolgd. Maar ik heb toen aangegeven dat wat mij betreft, voor mij het niet duidelijk was met al de beschuldigingen. En ik heb zelf een beroep gedaan op de president. Van president, politiek, kan ik misschien dat begrijpen, dat een partij af wil van mevrouw Pocky. Maar het is correct om ervoor te zorgen dat tenminste uit het gas naar mevrouw Pocky, je niet één dag voor het jaar dat ze zou zitten als minister, daar kan ontslaan. Twee dagen ervoor. De president heeft aangegeven dat hij eigenlijk, nee, laat maar niet zeggen wat zijn gedachte was. Laat maar niet aangeven wat het resultaat was. Hij was aan handen en voeten gebonden en moest uitvoeren. Dat is gebeurd. Maar ik zelf had gevraagd dat uit Igarje dat niet kan doen, omdat voor mij tot vandaag er geen bewijzen zijn. U heeft zo eigenlijk gereageerd nu op de aantijgingen die de vicepresident heeft gemaakt. En als we zo luisteren, dat zijn het valse aantijgingen. Gaat u stappen daartegen ondernemen? U kunt de ontwikkelingen volgen. Mevrouw Geel, ik heb veel te doen. Ik focus niet op ABOP. Ik focus op vandaag en de toekomst. Voor mij is ABOP een gepasseerd station. Ik heb heel weinig tijd. U heeft de vicepresident opgeroepen om, om die zaak bij de PG te deponeren. U kunt dat ook doen. Uw naam is op een bepaalde manier besproken. U bent beschuldigd van corruptie, daarop komt het neer. Gaat u naar de PG met een brief om te zeggen, maar kunt u deze zaak maar onderzoeken? Dank u wel. U kunt mij volgen. Gaat u me sponsoren? Om voor zo'n case, ik ga echt, nou, het is duidelijk, ik heb alle stukken hier. Ik ben van overtuigd, wie is dan miwa eknapu? Ik sta achter de waarheid. Ik heb niet zoveel tijd. Dingen roepen gewoon, omdat je gewoon iemand wil aanvallen. Als mevrouw Pocky zo corrupt was, waarom zijn ze niet vanaf het begin gekomen met een verklaring? Als een minister wordt bedankt, dan wacht je totdat de minister een politieke richting of keuze heeft gemaakt. Dan kom je met aanvallen. Och, zoveel tijd heb ik niet hoor. Ik ga geen enkel stap ondernemen. Tide mi takatru en hierbij blijf ik.